Eigenlijk waren die rellen in Antwerpen en Brussel goed voor onze democratie. Want we leven in een uitzonderlijke tijd. We hebben geen teletijdmachine of glazen bol nodig om in de toekomst te kunnen kijken. Om het gevolg van ons stemgedrag te kunnen zien. Meestal is stemmen een beetje gokken. Je weet nooit wat het uiteindelijke resultaat zal zijn van een nieuwe regering. Maar wij weten dat wel. We kunnen de toekomst gewoon zien in onze grootsteden. Als de Vlamingen in 2024 niet massaal en overweldigend op het Vlaams Belang gaan stemmen, dan zal die multiculturele hel van Brussel, Antwerpen, Vilvoorde de toekomst zijn voor heel Vlaanderen. Geen enkele uithoek zal er nog aan ontsnappen dan. Als je dus ooit in een discussie bent met iemand over de verkiezingen van 2024, dan kan je ze een heel duidelijke keuze geven. Als je niet wil dat heel Vlaanderen op Borgerhout en Molenbeek gaat lijken, dan moeten ze op Vlaams Belang stemmen. Als ze dat wel willen, dan kunnen ze kiezen voor een van de andere partijen. Zo simpel is het.